Welkom allemaal bij een nieuw Filosofisch Café. Het is inmiddels 1 jaar geleden dat we zijn begonnen met de online streams. En voor het thema van deze avond, de tuin, hadden we eigenlijk gehoopt ook buiten plaats te kunnen nemen. De realiteit ligt natuurlijk nog anders, maar dat mag de pret niet drukken, want we hebben wel weer een hele spannende avond gepland met hele leuke gasten. Ten eerste zal vanavond de one and only botanisch filosoof Norbert Peters spreken. Norbert schrijft boeken en artikelen op het raakvlak van de botanie en de filosofie. Zo schreef hij het boek Plantaardig samen met Wouter Oudemans. En zelf publiceerde hij onder andere Botanische Revolutie en Rumphius Kruidboek. En binnenkort verschijnt zijn nieuwste pennenvrucht Wildernisvernis, een filosoof in het Wonderpark. Het boek is al te reserveren via verschillende boekenwinkels en websites. In de lezing van vanavond zal Norbert stilstaan bij de filosofie die achter verschillende tuintradities schuilgaat en hun relatie tot de wildernis. Hij gaat hier dieper in op de nieuwste trend in het Nederlands natuurbeheer, herwildering of rewilding. Hoe wild is dit ideaal eigenlijk? Na Norbert's lezing zal er een kort muzikaal intermezzo zijn door de geweldige muzikant Pieter Veen. Hij schreef speciaal voor dit café een lied dat bij het thema past. Daarna zullen Norbert Peters en Sanne Bloemink in gesprek gaan over het thema van de avond. Sanne Bloemink is journalist en schrijver. Zo schrijft ze onder andere voor de Groene Amsterdammer. En ook schreef ze recent het boek De Wilde Wereld, dat vorig jaar uitkwam, waarin ze de relatie of verbondenheid tussen de mens en natuur, of de mens en het niet-menselijke in de wereld onderzoekt. Ikzelf ben Senne. Ik ben redactielid van het Filosofisch Café Nijmegen en ik ben ook de moderator vanavond. Ook zal ik zelf een column voordragen en die gaat over het gazon. En ik ben dus ook degene die jullie vragen uit de reacties vist om die voor te leggen aan de sprekers. Dus vraag vooral raak, want aan het eind van de avond is er ruimte voor jullie inbreng. Nou goed, laten we dan maar van start gaan. Ik heb er in elk geval veel zin in. Schenk iets te drinken in en ga er lekker voor zitten. Bijvoorbeeld in de eigen tuin, het kan nog wel even. En Norbert, the floor is yours. Dankjewel. Ik ga dan gelijk beginnen met mijn scherm delen. Dat is als het goed is ook meteen gelukt. Dankjewel voor de introductie. Ik ben inderdaad de afgelopen maanden tijdens de corona-lockdown bezig geweest met het schrijven van een nieuw boek, tekst liggen over het Vondelpark. En ik wilde eigenlijk iets gaan schrijven over tuinfilosofie en wildernisfilosofie. En daarin, dat zei je ook al even, ga ik ook in, of heb ik eigenlijk ook een argument, niet zozeer tegen, maar misschien meer een kritische kanttekening bij, een nieuwe stroming in het natuurbeheer, rewilding of herwilderen. Dat boek gaat Wildernisvernis eten en dat gaat dus binnenkort gaat dat verschijnen. En ik wil eigenlijk beginnen met de oude definitie of de bekende definitie van wildernis, zoals je die ook aantreft in bijvoorbeeld de Vandalen. Dat is, wildernis is dan een woeste streek waar de natuur vrij spel heeft. Dat roept meteen allerlei vragen op, want is dat niet twee keer hetzelfde, woest en wild? En ook vrij spel, wat bedoel je daar eigenlijk mee als de natuur vrij spel heeft? Ik denk in ieder geval dat het gangbaar is voor de meeste mensen om wildernis te begrijpen als de tegenpool van de stad. Ik heb er ook een plaatje bij uit het zogenaamde Manna-Hatta-project. Dat is opgezet door een landschapsecoloog, Eric Sanderson, Amerikaan. En die had een kaart gemaakt, een interactieve kaart. En dan kon je eigenlijk op elk deel van Manhattan kon je klikken. En dan kon je eigenlijk de hele omgeving ontdoen van alle menselijke bouwwerken en alle menselijke invloeden op het landschap. En dan terugkeren naar het Manhattan Island, eigenlijk voordat er überhaupt mensen woonden. En dit geeft denk ik mooi de oppositie weer. Wildernis staat aan de ene kant en de stad staat aan de andere kant. Dat is ook hoe we eigenlijk doorgaans denken over wildernis of echte natuur. Nou is het zo dat tussen die twee tegenpolen zitten een hoop tussensmaken. En je moet eigenlijk erbij zeggen, deze, je zou kunnen zeggen, natuur-cultuur-dichotomie heerst ook in het Nederlandse natuurdenken. Niet alleen in het buitenland, maar ook hier in Nederland denken we eigenlijk wel zo over natuur. En daarbij komt dan meteen kijken natuurlijk dat wij vaak dan niet geloven dat Nederland nog wilde natuur heeft. Omdat ja, eigenlijk elke centimeter in Nederland is of in het verleden of in het heden wel beïnvloed door de mens. En stel je zou dat op een soort as leggen, dan krijg je eigenlijk verschillende gradaties van wildheid. En dan begin je met een plaatje omstreeks 1400, voordat de Westerlingen daar komen. En dan beginnen we eigenlijk in een bijna wilde toestand.
Je ziet daar nog steeds Manhattan met een paar rookpluimpjes die aangeven dat het in ieder geval wel wordt bewoond, dit eiland, door de inheemse bevolking van Amerika. Maar je ziet een overwegend groen eiland met eigenlijk weinig invloed van de mens. Gaan we iets verder in de geschiedenis, dan krijgen we de stichting van Nieuw Amsterdam. Hier zie je eigenlijk het puntje van Manhattan Island. En dan zie je natuurlijk dat vlak buiten die stadswallen, daar begint dan eigenlijk wel een iets ongereptere natuur. Daar zijn nog steeds boerderijen, daar is nog steeds een soort pastoraal landschap. Maar niet dat hele eiland is beheerst en beheerd door de mens. Dus je zou kunnen zeggen, hier heb je eigenlijk een soort half natuurconditie. Waarin aan de ene kant is het inderdaad vrij natuurlijk, maar er zijn ook al wel echt veel menselijke invloeden op het landschap. Dus je hebt ook veel culturele invloeden. En volgens een oud-ecoloog, Victor Westhoff, wordt dat dan half natuur genoemd. Nou, dan ga je naar de 19e eeuw. Dan zie je eigenlijk dat er van al die natuur op Manhattan vrij weinig over is gebleven. Je ziet eigenlijk alleen nog aan weerszijden van de Hudson Bay zie je nog wat groen, wat natuur. En je ziet daar in de verte in Manhattan zie je ook Central Park natuurlijk liggen. Wat een aardig stukje kunstmatige natuur dan weer is. En natuurlijk vandaag het hedendaagse beeld van Manhattan, waarbij je goed moet zoeken, buiten dan op de voorgrond een klein groen plekje, goed moet zoeken naar de natuur. Als je dan eventjes de rivier niet meetelt. Hier zie je eigenlijk hoe groot die stad is en hoe indrukwekkend die stad is. En dan zie je dus eigenlijk ook dat de natuur hier heeft hier geen vrij spel meer. Hier is het eigenlijk alleen nog maar onvrij en is het de mens die de omgeving domineert. Ik denk dat dit een gangbare gedachte is. Ook vandaag de dag nog in ons natuurdenken en ook in mijn eigen denken. Nou, toen ik jong was, hier zie je een foto van mij toen ik jong was, iets wat woest kijkend op de meren van Zweden. Als stadsjongen groeien, en ik bedoel dat geldt denk ik voor de meeste stedelingen, groeien zo zeker in de tiener en twintiger jaren heb je een sterke hang naar de wildernis. Je groeit op in de stad, je kent eigenlijk niks anders dan de menselijke beheersing van het landschap. En dat roept toch een zeker verlangen op om daaraan een keer te ontsnappen. Een beetje into the wild te gaan, zoals de bekende boek en de bekende film. En ik ging met mijn vrienden naar het merendistrict van Zweden toe om daar te kanoën. En 2 jaar daarop gingen we naar Noorwegen toe, naar het dorpje Vlam, om daar tussen de fjorden te varen. Maar je komt wel een beetje met een teleurstelling daar, of in ieder geval een teleurstelling thuis, want die zoektocht naar de wildernis, die was toch niet echt geslaagd. Zelfs in Zweden, in dat merendistrict, en misschien nog wel ietsje meer in Noorwegen, is er veel natuur, zeker weten, maar er is ook ontzettend veel menselijke inmenging. In Zweden waren wij zeker niet de enige mensen die daar aan het rondvaren waren. Er waren allemaal huizen rondom die meren, er waren wegen, er waren allerlei voorzieningen, je had ook gewoon internet. De menselijke invloed was eigenlijk nog steeds overal. Dus wij dachten, nou, laten we dan naar Noorwegen toe gaan, dat is nog afgelegener. Dan kunnen we misschien daar die ongerepte natuur vinden. Maar ook daar viel het eigenlijk vies tegen. Je ziet daar mooi wel dat fjordenwater, maar daar voer elk uur ongeveer voer daar een groot cruiseschip doorheen. En ook de randen van de fjorden zijn wel degelijk bewoond en beheerd door de mens. En natuurlijk moet je ook voorstellen dat zelfs ook op de delen waar dan misschien niet direct menselijke invloed is, ook daar is menselijke invloed. Want stel er gaat iets mis, dan kan je nummers bellen, dan zijn er reddingsorganisaties en ga zo maar door. Dus eigenlijk leek het bijna onmogelijk om die ongerepte wildernis nog te vinden. Zeker op een studentenportemonnee. Toen ik filosofie ging studeren, toen begon dat beeld een klein beetje te wijzigen. Ik hield me tijdens mijn studie veel bezig met de filosofie van biologie. Veel met het Darwinisme. En dan merkte ik toch de eerste scheuren ontstaan in eigenlijk dat natuur-cultuur dichotomie. Dat onderscheid tussen natuur en stad. Of natuur en cultuur. Of misschien zelfs natuur en mens gewoon. Ik zag dat daar allemaal problemen aan verbonden waren, omdat je dat helemaal niet zo 1, 2, 3 van elkaar kon scheiden. Maar eigenlijk vrij recentelijk, 2019, begon ik pas een beetje afstand te nemen van wat ik zou noemen de enge lezing van wildernis. De nauwe lezing van het woord wildernis. Wildernis als ongerepte natuur. En dat kwam omdat ik toen een college gaf over Thoreau, Henry David Thoreau. Een Amerikaanse filosoof, vooral bekend van zijn verblijf aan het Woldenmeer, waar hij 2 jaar lang verblijft in een zelfgebouwd huisje. En deze filosoof die introduceerde eigenlijk een andere manier van wildernisdenken aan mij. Een veel bredere opvatting van wildernis. Ook Thoreau denkt nog steeds dat de ongerepte natuur wild is.
Maar hij zag eigenlijk wildheid op allerlei verschillende plekken. Een van die plekken is bijvoorbeeld, dat beschrijft hij in een eigenlijk posthuum uitgegeven werk over zaadverspreiding. Dan heeft hij het op een gegeven moment over een klein boompje wat ontkiemt aan de rand van het spoor. En dan merkt hij op van, nou ja, eigenlijk de ouderlijke boom staat een paar honderd meter verderop. Dus dat zaadje heeft een flink stuk afgelegd, ontkiemt daar en groeit er natuurlijk totdat wij er iets aan doen. En hij merkte ook in de straten van Concord en de tuinen van Concord dat hij eigenlijk overal kiemplanten zag. Van dennen, sparren en allerlei andere planten. En dat het eigenlijk vooral de mens was die met zijn zeis en zijn snoeischaar en zijn ploeg voorkwam dat de boel verwilderde. Eigenlijk zag hij dat de wildernis overal borrelt. Tussen de straatstenen, langs de wegen, maar ook langs de huizen. En dat als wij niet ingrijpen op tijd, dat die planten vrij vlug die culturele wereld weer zouden innemen. En hij ziet op heel veel meer plekken ziet die wildernis. Hij ziet ook wildernis in gedomesticeerde dieren en planten. Hij heeft op een gegeven moment een prachtig stuk over wild apples. En dat gaat erover dat de appel is op een gegeven moment geïntroduceerd in Amerika. Er komen appelboomgaarders naar Europees voorbeeld. Maar hij ziet dat die appels af en toe ook uit die boomgaarders weten te ontsnappen. De zogenaamde wild apples. En die zouden volgens hem ook beter smaken. Dat vindt hij in ieder geval prachtig. En daar heeft hij dan een soort ode aan die plant die eigenlijk ontsnapt aan het juk van die cultivering. Ze ontsnappen uit die boomgaarden waar de mens de baas is. En gaan in het wild groeien. En krijgen zo hun vrije groeivorm. En ook in gedomesticeerde dieren. Hij heeft op een gegeven moment een voorbeeld in een essay van hem genaamd Walking. Dan heeft hij het over een koe van de buurman die ontsnapt is uit de wei. En die de rivier trotseert. Die steekt de Concord over. Dat is de rivier die door het plaatsje Concord heen loopt. En dan ziet hij in die koe, ziet hij de wilde bison die de Mississippi oversteekt. Hij zegt eigenlijk, ja, die koe heeft nog steeds wild oats. Die heeft nog steeds wilde haren. Die wil af en toe uitbreken uit dat juk van domesticatie. En steekt dan dus de rivier over. Dus daar ziet hij een soort wildheid in. En diezelfde wildheid neemt hij ook waar bij de mens. En ook bij de mens ziet hij eigenlijk dat de mens vooral in een vrij gedomesticeerde toestand leeft. Net als die koe ook aan het bindsel van de beschaving. Onder het juk van de beschaving. Maar ook die mens zou nog steeds wild oats hebben. Ook wij zouden wilde kenmerken hebben. Dus Thoreau stelt een veel bredere lezing voor van wildernis dan die hele enge lezing van een ongerepte mensvrije natuur. Nou ga ik een klein sprongetje maken. Nu ga ik namelijk naar verschillende tuintradities. En dat is niet zomaar. Ik had in de inleidende tekst al gezegd dat ik heb een soort adagium bedacht. Al durf ik niet met helemaal zekerheid te zeggen dat ik het zelf heb bedacht. Maar ik vind het in ieder geval wel heel mooi klinken. En dat is: toon mij je tuin en ik vertel je wat jij onder natuur verstaat. Ik denk dat de tuin op een bepaalde manier verraadt hoe wij denken over de natuur en onze plek te midden van die natuur. En dat kan je vooral goed zien in een aantal grote tuintradities die Europa heeft gekend. Nou zijn er ontzettend veel tuintradities, natuurlijk ook buiten Europa. Denk aan de Chinese tuinen, Japanse tuinen. Er zijn ook Italiaanse tuinen. Er zijn heel wat tuintradities te bedenken. Ik ga er maar een paar uitlichten. Alleen de Franse en de Engelse tuinstijl. Maar die tuinstijlen zijn heel illustratief voor hoe men in een bepaalde periode kijkt naar de natuur. En vooral ook kijkt naar de wildernis. En dan begin ik met de formele tuin. Eigenlijk de Franse tuin. En dan zie je meteen, hier zie je dan een plattegrond van Versailles, dat er een paar bepaalde kenmerken zijn die bepaalde stijlkenmerken zijn die heel duidelijk naar voren komen in die formele tuin. In eerste instantie valt op dat het een enorm geometrisch geheel is. Men zegt ook wel dat in die tijd tuinontwerpers en tuinkunstenaars zichzelf vaak mathematici of wiskundigen noemden. En dat zie je ook al een beetje terug. Eigenlijk de hoofdfiguur in de Franse formele tuinstijl, een beetje de held van de formele tuin, is André Le Nôtre, hofhovenier aan het Franse Hof en verantwoordelijk voor heel wat tuinkunstwerken in Frankrijk. Eigenlijk de aristocratie, die bedient hij eigenlijk allemaal van zo'n typische formele tuin.
Dus de tuin van Versailles is door hem ontworpen. En ook deze tuin, die ik slecht kan uitspreken, maar het staat Vaux-le-Vicomte. Mijn Franse uitspraak is verschrikkelijk, maar je kan het als goed is duidelijk zien. En er zijn een aantal stijlkenmerken die meteen opvallen. Ten eerste heb je een soort hoofdas. En die hoofdas, die werkt ook als een soort spiegelas, zodat er een soort symmetrie ontstaat aan twee kanten. En je ziet dat het helemaal vlak is gemaakt, dit stuk land. Er zijn eigenlijk geen heuvelpartijen meer. Ook zie je dat hier overal de rechte lijn regeert. Alle wandelpaden zijn kaarsrecht. En je ziet verschillende fontein- en vijverconstructies. Overal zie je eigenlijk de hand van de mens. Overal zie je die kunstmatigheid. Je ziet wel wat krulmotieven. En die krulmotieven, dat zijn dan vaak kortgeknipte buxushaagjes. Maar ook heel veel andere planten worden flink met de snoeischaar in een vorm gegoten. De grasmatten die worden gemaaid. En eigenlijk overal zie je dat er flink wat cosmetica kon kijken om zo'n tuin te creëren. Je hebt ook beeldenpartijen, nou ja, van alles en nog wat. En veel exotische planten. Nou is het zo dat, en dat las ik bij Hella Hazen, is een prachtig boek geschreven, De tuinen van Beaumarzeau. En daarin zegt ze dat deze tuinen, eigenlijk deze pronkstukken, waren wapens in het arsenaal van de aristocratie. Dit waren manieren om met elkaar te rivaliseren. Wie had de mooiste tuin? Pardon. Wie had de hoogst spuitende fontein? Wie had de mooiste beeldengroepen? Wie had de mooiste exotische planten? Dit waren manieren waarop die bebruikte aristocraten met elkaar wedijveren. Maar Gerrit Komrij, de essayist, Nederlandse essayist, schrijft in zijn boek De noodzaak van tuinieren, een lezing die hij had gegeven, dat het meer is dan alleen een wapen in het arsenaal van de aristocratie om elkaar naar de troon te steken. Hij zegt, de Franse formele tuin is tegelijkertijd een illustratie van het denken uit die tijd, het verlichtingsdenken. Het denken wat zegt dat de mens heer en meester is over de omliggende natuur. Daar is eigenlijk zijn die tuinen daar een voorbeeld van, een illustratie van. Overal zie je de hand van de meester. Er zijn ontzettend veel platen van formele tuinen waarin je ook overal tuiniers en hoveniers in de weer ziet. Het was heel duidelijk, het moest heel duidelijk zijn dat de mens hier de heerser was van de natuur. Er is alleen een kleine kanttekening te plaatsen bij die opmerking van Komrij. En dat is dat het hier wel degelijk gaat om natuur. Je hebt eigenlijk een beetje het idee als je die tuinen ziet dat het heel erg kunstmatig is. Heel erg artificieel. Maar het gaat hier wel degelijk om de natuur. Alleen om een specifiek soort natuur. En dat wordt heel goed weergegeven door een citaat van Jan van der Groen in Der Nederlandse Hovenier. Een boek uit de 17e eeuw. En die schrijft daarin, de natuur die zich veeltijds wanschikkelijk vertoont, door de kunst kan opgeschikt, opgepronkt, in goede orde, sierlijk en vermakelijk gemaakt worden. Hij zegt hier eigenlijk, de natuur, zo zonder de mens, is wanschikkelijk, is niet mooi, lelijk. Daar verstaat hij eigenlijk ook de wildernis onder. De wildernis is in deze tijd een pandemonium, een gevaarlijke omgeving waar je liever niet in moet verkeren, waar ook allemaal gevaren om de hoek schuilen. Er is geen menselijke heerschappij, dus er zijn allerlei schafuiten, er zijn allerlei bandieten, een roversholen. Het is een enge plek en het is een plek die ook weerzin opwekt bij de mensen. Vooral in esthetische zin ook weerzin opwekt. Men heeft in die tijd nog geen esthetisch oog voor mooie kusten, bergpieken en ga zo maar door, watervallen. Dat vindt men eigenlijk verschrikkelijke natuurtonelen. En hier staat dus iets over wat mooie natuur is. Mooie natuur is als er cosmetisch wordt ingegrepen. De natuur toont pas zijn schoonheid op het moment dat de mens ingrijpt en die natuur, die vrije groeivormen en zo, flink snoeit, flink inperkt en het water inperkt in fonteinbakken. Op allerlei manieren moet de mens zijn heerschappij over de natuur laten zien en dan pas toont de natuur haar schoonheid. Dat wordt volledig omgekeerd in de Engelse landschapsstijl. Dat is een stijl die eigenlijk in de 18e eeuw opgeld doet, al zijn er al eerder ideeën over. En je ziet, en dat heb ik hier een beetje aangegeven met een plattegrond van Blenheim Palace, wat ontworpen is door Lancelot Capability Brown. Hier zie je eigenlijk iets wat
echt het tegendeel is, de tegenpol is van die Franse formele tuin. Heel anders dan die Franse formele tuin. Ten eerste, het is helemaal niet vlak. Allerlei heuvelpartijen. Het water, dat lijkt hier in ieder geval vrij natuurlijk te stromen. Het lijkt eigenlijk zo de rivierarmen te zijn. En ook watervalletjes en zo, en dat soort zaken kan je ook zeker terugvinden. En hetzelfde geldt een beetje voor de beplanting. Het is misschien niet zo wild als je zou verwachten, maar niettemin lijkt het vrij in zijn beplanting. Zoals je dat ook in de natuur zou kunnen aantreffen. En hetzelfde geldt voor de paden. Je ziet hier eigenlijk allerlei slingerpaden. Je ziet hier nergens een rechte lijn in deze tuin. Die slingerpaden ook, dat zou dan weergeven de manier waarop de mens van nature door de natuur zou wandelen. Ook dan volgt die geen rechte lijn. Dus je ziet hier echt het tegendeel, de schaduwzij, of ja, het tegendeel van de Franse formele tuin. En dat zie je eigenlijk al iets eerder, tweedimensionaal, in de kunst terugkomen. In de 17e eeuw zie je dat er verschillende schilders zijn die op een andere manier om gaan springen met het landschap. Er waren daarvoor ook al schilders die het landschap afbeelden, maar dan was het landschap altijd het decor van een menselijke, of een mythologische, of een religieuze scène. De mens stond eigenlijk altijd centraal en de natuur eromheen was vooral bedoeld als opsmuk. En nou geeft de Duitse dichter Rainer Rilke, die heeft het op een gegeven moment erover, dat die zegt van ja, er is daar een soort van verschuiving gaande. Bij schilders als Salvator Rosa, Jacob van Ruisdael, daar zie je een verschuiving eigenlijk in de manier waarop men kijkt naar het landschap. Het landschap begint centraler te staan. De natuur begint eigenlijk centraal te staan. Daar moet wel bij worden gezegd, dat is niet een natuur die volledig vrij is van menselijke invloeden. Er worden nog steeds mensen afgebeeld. Als je kijkt op het schilderij van Van Ruisdael, dan zie je daar tussen de bomen nog een klein groepje mensen. En je ziet in de verte zie je een kerktoren. Hetzelfde geldt bij Salvator Rosa, daar zie je een Bijbelse scène. En ook Claude Lorrain geeft eigenlijk een beetje meer een pastoraal, arcadisch beeld. Waarin je een soort boerenmotiefjes met wat vee op de voorgrond, wat overgroeide ruïnes. Dus de mens is niet weg in dit landschap, maar je krijgt eigenlijk een beetje een pastoraal, landschappelijk, arcadisch beeld. Waarin de natuur wel veel meer op de voorgrond komt. En eigenlijk zie je in de Engelse landschapsstijl, zie je dit in drie dimensies uitgedrukt. Ik heb hier gewoon een paar foto's genomen van een paar bekende Engelse landschapstuinen. Van Stowe, van Storehead, van Blenheim, waar we net al de kaart van zagen. En dan zie je daar inderdaad ook dat diezelfde elementen terugkomen. Je ziet vrij natuurlijke waterwegen, je ziet een rustiek bruggetje, je ziet vrije natuurvormen. Dus de bomen worden niet gesnoeid, de bomen lijken ook niet of min of meer niet geplant, hè, alsof ze daar al van nature zo zouden staan. Je ziet nergens inderdaad die rechte lijn en je ziet van die kleine arcadische elementen. Een tempeltje hier, een gotisch kasteel daar. En je moet ook denken dat er bijvoorbeeld ook ruïnes waren, zogenaamde kunstmatige ruïnes, follies. En er waren natuurlijk op allerlei manieren, werd er ingegrepen. Er waren er menselijke elementen, maar die waren niet zo overduidelijk aanwezig. Het is nog steeds vrij natuurlijk. Maar dat is een beetje schijn. Dit is de meneer die verantwoordelijk is voor een aantal van die landschappen, Lancelot Capability Brown. En de naam verraadt meteen dat deze man vooral bezig was met kunstmatig ingrijpen in de natuur. Capability slaat op dat hij overal mogelijkheden tot verbetering zag. Hij had een heel team, een heel leger eigenlijk, van hoveniers die voor graafwerkzaamheden zorgen. Dus die waterwegen die zijn gegraven. De heuvels zijn ook opgeworpen. De bomen worden verplaatst. Hij tekent uitgebreide beplantingsplannen, waarin hij specifieke bomen kiest en heesters kiest voor specifieke plekken op het landschap. En om de indruk te wekken van een glooiend, continu, maakt hij ook gebruik van zogenaamde haha's, verzonken grachten. Die worden om het huis gelegd om optisch het idee te geven dat het helemaal doorloopt, maar tegelijkertijd eigenlijk een grens te geven zodat wild en andere dieren niet het huis in kunnen komen. Eigenlijk is de stijlregel binnen de Engelse landschapsstijl, is je moet zoveel mogelijk de hand van de meester verbergen. Je moet eigenlijk liegen, zou je kunnen zeggen. Je moet een illusie voor schotelen. Daar komt een soort kritiek op. En dat brengt mij tot de laatste tuinstijl, de zogenaamde wildernistuin. En die kritiek die wordt geuit door de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau.
die schrijft een brievennovelle, Julie une nouvelle Héloïse. En daarin beschrijft hij zijn tuinfilosofie aan de hand van een fictieve tuin van het hoofdpersonage uit het boek Julie. Die Julie die leidt haar oude leraar, waar ze vroeger een liefdesrelatie mee had, Saint-Preux, leidt ze rond door haar tuin. En deze man denkt echt dat hij in de wildernis vertoeft. Zodra hij de tuinhekken achter zich dicht doet, zegt hij: Juan Fernandez. Dat zijn twee eilanden in de Stille Oceaan, die destijds nog onbewoond waren. Hij denkt dat hij op een soort onbewoond eiland is. Dat die tuin eigenlijk een soort onbewoond eiland is. Een echte wildernis. Hij ziet nergens kunstmatige invloeden. En daarin stopt Rousseau een kritiek tegen de Engelse landschapstuin. Hij zegt eigenlijk, die is nog steeds onnatuurlijk. Ja, ze laten de bomen en de heesters gewoon vrij groeien. Maar qua samenstelling is het nog steeds kunstmatig. Want je hebt gotische kastelen, Romeinse tempeltjes, Griekse tempeltjes, rustieke brugjes, boerderijscènes. Allemaal samengevoegd op één landschap. Het is een kunstmatig geheel. En deze tuin is dat niet. Deze tuin zou zich voordoen als wildernis. Maar wel een artificiële wildernis. Julie geeft in deze brief te kennen aan Saint-Preux, deze bezoeker aan de tuin, dat eigenlijk zij alles in de hand heeft in deze tuin. Zij heeft alle planten aangeplant. Zij heeft het water daarheen geleid. Zij heeft een kleine foliaire gebouwd die verhuld is tussen het struikgewas. Ze heeft inheems plantmateriaal gebruikt. Ook een grote kritiek naar de Engelsen toe, die nog steeds veel exotische bomen en heesters aanplanten. Hij heeft alleen maar inheems plantmateriaal heeft zij gebruikt. Eigenlijk geeft Rousseau hier een wildernis zoals je die zou kunnen aantreffen. Maar hij is volledig artificieel. Hij is volledig kunstmatig. Julie zegt ook, er gebeurt niets in deze tuin wat ik niet wil dat gebeurt. En volgens mij is deze tuin van grote betekenis voor de hedendaagse nieuwe tuinstijl die is opgekomen. Namelijk rewilding. En Rousseau is ook eigenlijk dezelfde eerste rewilder. Los van die tuin van Julie verblijft hij ook een keer op een klein eiland in de Bielerzee. En naast het eiland bevindt zich een klein onbewoond eiland. En hij besluit op een gegeven moment, vlak voordat hij weggaat, besluit hij daar konijnen te introduceren. Omdat dat de boel nog natuurlijker zou maken. Hij heeft niet genoeg tijd om te zien of de konijnen ook overleven op deze eilanden. Maar hij ziet ze wel al paren, dus hij heeft er goede hoop in. En daarmee is hij eigenlijk de eerste rewilder. Ook hij voert deze grazers in. Dat brengt mij tot de herwilderingstuin. Eigenlijk de rewildingtuin. Dat wordt natuurlijk niet als tuin gepresenteerd. En dat is eigenlijk het grote, meer polemische punt van mijn boek. Is dat er een nieuwe natuurbeweging is ontstaan die zich voordoet als natuurbeweging, maar die eigenlijk een nieuwe stijl is binnen de tuinkunst. Een stijl die, evenals Rousseau, probeert een wildernis te schapen op kunstmatige manier, wat oogt als een ongerepte wildernis en daarmee het idee geeft dat er inderdaad op een of andere manier dat wij een menselijk landschap hebben ontdaan van de menselijke invloed. Ik heb hier een plaatje van het grenspark Kempenbroek. Dat is een van die rewilding areas die is aangewezen. Dat ligt onder Weert op de grens tussen Nederland en België. Vroeger was dat een moerasgebied. Dat hebben ze op een gegeven moment ontwaterd en ontgonnen voor een groot deel. Maar in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn er natuurorganisaties gekomen die dit zijn gaan beschermen. En inmiddels is het onderdeel van een groot overkoepelend natuurgebied Kempenbroek, wat onder Natuurmonumenten Arc Natuurontwikkeling valt. En als je daar dan over gaat lezen, dan denk je inderdaad in eerste instantie, als je dat ziet, laat ik zo zeggen, als je het ziet, dan denk je, hey, hier is inderdaad het landschap ontdaan van menselijke invloeden. Dat is wat je ziet. Het lijkt inderdaad wel iets weg te hebben van een ongerepte wildernis. Nog niet helemaal ongerept, maar vrij ongerept. En toch schijnbedriegt. Als je gaat lezen, dan merk je dat heel veel van de bomen en heesters en bloemplanten, dat die gewoon zijn aangeplant volgens een bepaald natuurdoeltype. De Kempenbroek moet een mooi open moerasbos worden. En daar worden de soorten bijgekozen die daarbij horen. Ook wordt er allerlei wild ingevoerd. Zo worden de Exmoorponies lopen er rond en er lopen Schotse hooglanders rond. En er loopt zelfs een nieuw kunstmatig wild product rond. De zogenaamde tauros. Dat is een groot fokprogramma wat met het idee dat ze de tauros, de uitgestorven oeros van Weleer, dat ze die weer opnieuw kunnen terugfokken uit half wilde runderrassen.
Dit is echt een FOP-programma wat is opgezet en wat nu al een tijd loopt vanaf 2009. En deze lopen hier nu al rond, deze oerossen. Maar ze hebben er wel voor gezorgd dat ze niet super wild zijn, want die oerossen van Weleer, die zullen misschien wat wilder zijn geweest. Maar ze proberen met het selectieprogramma rekening te houden met het feit dat ze wel mak moeten zijn. Dus er wordt geselecteerd op makke grazers, maar wel met flinke horens en een flinke schofthoogte. Ik vind dat bizar klinken. Hoe meer ik ben gaan uitzoeken en hoe meer ik ben gaan krabben achter het wildernisvernis wat over deze parken heen ligt, hoe meer ik erachter kwam dat dit eigenlijk tuinen zijn. En dat de natuurbeheerders die daar rondlopen tuiniers zijn en tuinkunstenaars zijn. Die proberen volgens een bepaald ideaaltype de natuur hier te reconstrueren. Ik loop iets over de tijd heen, maar ik concludeer even met het volgende. En dan wil ik eigenlijk teruggaan naar die eerste beginplaat. Daarmee werd namelijk de schijn gewekt, inderdaad, dat we aan de ene kant te maken hebben met een wildernis en aan de andere kant te maken hebben met het tegendeel daarvan, de stad. Maar zoals te lezen is in het boek Darwin in de Stad van Menno Schildhuizen, is dat niet helemaal het geval. Die ongerepte wildernis die je daarvoor ziet, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de stad van de bever. Op dit eiland leefden heel veel bevers voor de komst van de mens. En die bevers die zijn natuurlijk uitzonderlijk goed in het bouwen van burchten en van grote meren. He, kleine stroompjes, daar gaan ze een dam leggen. Dan krijg je op een gegeven moment een moerasgebied. Dat doen ze om te voorkomen dat ze worden opgegeten door wolven, et cetera. Dat is een mooie manier om jezelf te beveiligen, om een soort moerasgebied te creëren waar die roofdieren dan niet kunnen komen. En die zijn dus ook de hele tijd bezig met hun omgeving manipuleren. Dit zijn echte, wat Menno Schildhuizen noemt, ecosystem engineers, ecosysteemingenieurs. En eigenlijk wissel je dus, als je kijkt naar de groene kant en kijkt naar de stadskant, dan wissel je eigenlijk tussen twee ecosysteemingenieurs. Aan de ene kant is het de mens die de boel manipuleert en de boel beheert. En aan de andere kant is het de bever die het landschap beheert en manipuleert. En dat is eigenlijk ook de conclusie die ik zou willen trekken. Is dat elk organisme om te kunnen bestaan zich moet verweren tegen wildernis. Dat doen zelfs de kleinste organismes. Ik heb hier een kleine amoebe afgebeeld. De Diflugia corona, toepasselijke naam. Dat is, en dit is niet de amoebe, maar dit is het huisje wat de amoebe maakt. De amoebe maakt van zandkorrels, maakt hij een huisje. Daar voegt hij zelfs stekels aan toe om zichzelf te beschermen. Elk organisme moet eigenlijk op een of andere manier de grillen van zijn omgeving proberen te weerstaan en toch te blijven overleven. En moet zich in die zin dus proberen te verzetten tegen die wildernis. En dat is ook precies wat er gebeurt. Dan kom je tot een hele andere wilderniskijk. Dan zie je namelijk dat overal, ook in de stad, er overal wildernis is. Overal roert die wildernis zich, volgens die brede lezing van Thoreau. He, zelfs het asfalt wat hier omhoog wordt geduwd, de Japanse duizendknoop. Maar eigenlijk tussen alle rigels vind je planten dat als wij die met rust zouden laten, en er zouden geen hovenier zijn en er zouden geen mensen meer zijn, zou binnen de kortste keren zouden die planten weer hun domein terugvinden. En zouden de boel koloniseren. En dan zou, nou ja, dit is wel heel erg geromantiseerd, maar dit, zo zou Nederland er natuurlijk kunnen uitzien als de mensen in één keer allemaal hun biezen pakken. Binnen no time verandert dat in een grote ruïne waarin al die andere organismen weer hun leefgebied teruggrijpen en op die manier laten zien dat misschien die menselijke beschaving wel meer een vernislaag is waar die wildernis eigenlijk omheen zit. En dat zodra er ook maar, dat wij ook maar eventjes de hiel lichten, ook maar even ons niet verzetten tegen die wildernis, dat dan al die dieren en al die planten gewoon terugkomen om de gebieden weer op te eisen. En daarmee besluit ik graag mijn verhaal wildernisvernis. Dank jullie allemaal voor het luisteren. Nou, super. Leuk. Heel erg bedankt voor deze lezing. We kunnen het er zo ook iets langer over hebben. Eerst zal Pieter zijn lied namelijk gaan zingen. Het is ook nog eens zijn debuut op de gitaar, dus we hebben ook een primeur. Nou, en ik heb er zin in. Pieter, ga je gang. Pieter, ga je gang. Ja, hallo. Ik ben dus Pieter, Pieter Veen. Ik heb, daarbij werd gevraagd om voor dit Filosofisch Café een liedje te schrijven over wildernis. Het mocht over van alles gaan. En ik woon nu net een jaar in Arnhem. En met een huis met een tuin. En die tuin, die was toen we hier kwamen wonen eigenlijk helemaal vol met grind. Heel logistiek, vanaf de tuindeur naar het hek. En die heb ik samen met mijn vriendin eigenlijk opnieuw begroend.
met het idee dat het mag verwilderen. En mijn liedje gaat eigenlijk vanaf dat moment, nu dat de tuin er is, 10 jaar verder. Die tuin is helemaal verwilderd. En een nieuw plantje probeert zijn sporen te verdienen in die wildernis. En daar gaat het over. Wat je nu ziet, was ooit van steen. Daarvoor was er water, een donkere zee. Wat je nu ziet, een klein kwetsbaar plan. Vanaf de eerste stralen zonlicht, vind ik mijn glans. Fantastisch, echt super mooi gedaan. Ja, echt heel leuk. Ja, nou, dan gaan we nu verder met het gesprek tussen Norbert Peters en Sanne Bloemink. Dus, nou ja, gaan jullie gang weer. Ja, nou, heel erg leuk verhaal, Norbert. Heel interessant. En ik heb het boekje ook gelezen en ik vond het ontzettend leuk. Dus enorme aanrader. Wanneer komt het uit? Het wordt nu vormgegeven. Ik hoop ergens mei, maar ja. Ik durf het nog niet met zekerheid te zeggen. Ik denk misschien eind mei, ja, hooguit begin juni. Ja. Ja, dus het komt eraan. Nou, in ieder geval een enorme aanrader dus. Ja, ik vond het wel interessant, want in de natuurbeheerwereld lijkt het eigenlijk erop dat het verwijt van tuinieren misschien wel het ergste is dat je naar je hoofd geslingerd kan krijgen. Hè? Waarom is dat eigenlijk zo erg? Ik denk omdat het verraadt een beetje de. Het verraadt het een beetje dat je dat aan het doen bent. Hè? Dus
Als je ziet inderdaad in die Engelse landschapsstijl, is het heel duidelijk, het devies is van je moet wel kunstmatig te werk gaan, maar je moet echt proberen dat te verhullen en te verbergen. Mm-hmm. Je moet wel ontzettend veel kunstmatig ingrijpen, maar je moet eigenlijk wel echt doen alsof dat niet het geval is. En ik denk dat op het moment dat je zegt dat iemand een tuinier is, dan verraad je hem daarmee eigenlijk een beetje. Ik beschouw dan ook het meer als een soort, het is bijna een soort illusioniste act. En je verraadt eigenlijk de truc. Ja, dus dan heb je zo'n illusioniste act waar dan zo'n assistente plaatsneemt in zo'n bak bijvoorbeeld. En die zaag jij dan door midden. En eigenlijk verraad je volgens mij de truc op het moment dat je zegt dat ze aan het tuinieren zijn. En dat je ook dat hard kan maken dat ze ook aan het tuinieren zijn. Volgens mij is het daarom zo tegen het zere been. Want je denkt natuurlijk dat je inderdaad een beheerder bent. Dus je denkt eigenlijk dat je de natuurlijke processen zoveel mogelijk aan de natuur wil overlaten. En dat jij eigenlijk een niet een partijdige, hoe zeg je dat, een toeschouwer bent daarvan. En dat je wel ingrijpt, maar dat jouw ingrepen altijd voor de natuurlijkheid zijn. De natuurlijkheid van het gebied, of de natuurwaarde van het gebied, of het natuurdoeltype wat is gekozen voor het gebied. Ja. Maar dat is eigenlijk ook wel een smalle grens eigenlijk. Want ook in dat natuurbeheer ben je dus ook bezig met het manipuleren. Ja, en volgens mij... Soms maar een hele dunne grens tussen die twee. Ja. Ja, en die schijnidentiteit, daar verzet jij je eigenlijk tegen. Hè? In het polemische gedeelte, meer aan het einde van jouw verhaal. Zijn er nou ook het feit dat er wordt gedaan alsof dat wildernis is? Hè? Zijn er nou ook negatieve gevolgen van die je daar echt... Wat is het probleem met die schijnidentiteit? Want jij krapt dat vernis eraf. Hè? Je laat de truc zien. Maar is het eigenlijk zo erg? Willen we niet gewoon met z'n allen in die truc geloven? Ja, ik denk in die zin, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk ook niet dat ik het in die zin erg vind. Ik denk dat het heel erg aanzet op. En ik speelde het misschien een beetje aan het begin van, toen ik nog jong was en onbezonnen, toen geloofde ik nog in de enge wildernis en de enge opvatting van wildernis. Niet de enge wildernis, daar geloof ik natuurlijk ook in. Maar, en dan heb ik nu een bredere opvatting van wildernis. Maar het is natuurlijk, het is heel, op een bepaalde manier ketert het precies aan wat wij mooi vinden op dit moment. Als wij een natuurdocumentaire kijken met David Attenborough, dan willen we die ongerepte natuur zien. Wij vinden bijvoorbeeld een waterval prachtig. We vinden een bergpas prachtig. Dus wij sluiten wat dat betreft heel erg aan bij wat ik dan noem ook in het boekje de romantische rokade. Waarin eigenlijk stad en wildernis of natuur van plaats zijn verwisseld in de waardering. Je ziet dat tegenwoordig dat wel degelijk wordt gewaardeerd. En ik bedoel, ik waardeer dat ook. Ik vind dat ook mooi eruit zien. Dus het spreekt zeker op mijn esthetische gevoel. En daarom denk ik ook niet dat het per se erg is. Ik denk alleen wel dat het heel misleidend is. En dat het laat eigenlijk bijna te makkelijk zien dat het inderdaad een tuin is. Omdat er zo'n heel beperkt ideaal van wildernis wordt nagestreefd. Ook nog even los van de vraag of dat überhaupt kan. Hè? Ik bedoel, er zitten allemaal haken en ogen aan herwildering. Hè? Her wil ook zeggen dat het vroeger wild was en dat je daar kan terug toe, hè? Dat je naar een punt terug kan in de tijd. En welk punt dan, inderdaad? Ja. Hè? Dat is altijd een beetje lukraak gekozen. Het is altijd wel zo dat ze proberen dan te mikken op voor de mens. Voordat de mens invloed had op het landschap. Maar zelfs dan is maar de vraag, kan je dat wel? Kan je die mens ook wel uit dat landschap dan krijgen? En je ziet vooral dat, doordat je dan zegt, oké, ik wil ongerepte natuur, met een bepaald natuurdoeltype, dat je dan ontzettend veel moet doen om dan die mens weg te houden. Dus wat je dan ziet bijvoorbeeld bij die Kempenbroek, ik kon er niet zo heel lang om ingaan, omdat ik merkte dat ik een beetje over mijn tijd aan heen gaan was, maar dan zie je dat de waterstand wordt artificieel beheerd. Je ziet dat er op allerlei manieren wordt er inderdaad de menselijke invloed van het verleden wordt probeert men weg te halen. Daar komt ontzettend veel bij kijken. Of ook invasieve exoten die in het gebied groeien, die moeten worden weggehaald. Ook dat zijn enorme praktijken. Daar moet je hele gebieden soms voor afgraven en ontdoen van alle vegetatie om dat überhaupt te bewerkstelligen. Dus er komt gewoon, ik denk juist door de ijs, doordat je dat ideaal hebt van de wildernis, legitimeer je daarmee eigenlijk dat kunstmatige. En dus ik denk niet dat het erg is dat het er is, die tuinen. Ik denk alleen wel, het is heel misleidend.
dat kan bijvoorbeeld wel, het zou bijvoorbeeld ook goed uit kunnen pakken voor verhoging van de biodiversiteit. Dat intensieve tuinieren. Ja, want je vroeg natuurlijk ook inderdaad in hoeverre kan dat erg zijn. Ik denk, en het is lastig om dat te bepalen wat erg is, maar ik denk wel dat, ik heb een beetje het idee dat als je dan zegt, oh, dan is die wildernis daarbuiten, ergens, in een gebied waar jij dan wel een beetje mag komen, maar niet heel erg mag komen en wel echt een bezoeker bent, dat je dan eigenlijk ook vervolgens blind bent voor alle andere wildernis die er is, bijvoorbeeld ook in de stad. Tussen alle stoeptegels en tegen de muren en tegen de daken. Wildernis is volgens mij op heel veel verschillende plekken. Ook juist op die plekken waar wij zo ontzettend veel de dienst uitmaken. En ik denk dat je dan misschien daar, dat je die plekken uit het oog verliest op het moment dat je zegt, ja nee, wildernis is alleen die ongerepte natuur. Ja, maar we hebben een soort nostalgisch verlangen naar die wildernis, maar we willen er vooral ook geen last van hebben. Hè? Dus dat merk je altijd. Die niet onze schapen op gaan eten of, en wat je ook vertelde over die tauros. Dat die ook gefokt wordt eigenlijk precies zoals we het willen. Dus het is eigenlijk een beetje een droombeeld waar we in geloven. Terwijl we ons misschien... Ja. En misschien denk je dat misschien ook te maken heeft met het feit dat we eigenlijk geen... die ongerepte natuur, ook die angst die daarmee gepaard gaat eigenlijk. Hè, van wilde dieren en wilde... ik ben wel eens in de jungle geweest. Dat is hartstikke eng. Allemaal slangen en... Dat we dat eigenlijk niet meer kennen. Dus dat we oprecht nog denken dat dat allemaal zo lieflijk en zo mooi is. En dat we die angst niet meer hebben. Ja, je ziet dat denk ik ook wel af en toe eens misgaan. Je hebt volgens mij die hele bekende documentaire van The Grizzly Man. Ik weet niet of die ook The Grizzly Man heet. Daar zie je dat ook denk ik wel een beetje terug. Ja, er zijn meerdere mensen die zeggen, ja, überhaupt wildernis als esthetisch mooi... Als schoon, dat het echt iets is dat het door stedelingen is bedacht. Ik denk juist misschien in de afwezigheid van dat inderdaad meer ongerepte, dat meer wilde. Dan is het misschien ook wel iets wat heel snel als een ideaal wordt gezien. Maar dan de werkelijkheid ervan heeft ook nog steeds die akelige kanten. Ja. En dat zie je natuurlijk bij die rewilding gebieden ook. Het is natuurlijk niet de bedoeling. De tauros is daar een heel goed voorbeeld van. Dus dat is dan een enorm fokprogramma, heel modern fokprogramma, om proberen zorgvuldig een oeros te reconstrueren. Wat volgens mij niet kan. Men zegt dan men spreekt over dedomesticatie, maar volgens mij ben je enorm aan het domesticeren om dan die tauros te krijgen. Maar het vervelende aan die tauros is dat volgens mij als je hem echt wil, wat volgens mij niet mogelijk is, maar stel dat je hem zou willen, dat beest was volgens mij best wel agressief. Dat kan je niet helemaal zeker weten, want hij is natuurlijk uitgestorven, maar die horens en die schofthoogte, die verraden wel... Nou ja, geen hele vrolijke inborst, heb ik het idee. Dus... En het grappige is dat wordt meegenomen in de selectiecriteria. Dus ze proberen ook echt dan een makke grazer. Omdat ze natuurlijk met het probleem zitten dat... Er moeten wel bezoekers ook bijvoorbeeld komen. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat dan die bezoekers... op een of andere manier gevaar lopen vanwege die tauros. Wat trouwens wel al een paar keer is gebeurd. Het is misschien nog niet eens helemaal gelukt om ze helemaal tam te krijgen. Maar daaraan zie je volgens mij ook... Dus de rewilding is zelfs op een bepaalde manier gekeerd tegen het wilde. Dat maakt het denk ik nog vreemder en mind-boggling. Hè? Dat, je wil die wildheid van de tauros niet. Op het eind sluit je dan eigenlijk aan ook bij het boek van Menno Schildhuizen, hè? Van Darwin in de Stad. En dan zeg je ook, ja, elk organisme moet zich eigenlijk verweren tegen de wildernis. En dan krijg je ook weer die, hè, dat het ook van oudsher is, de wildernis, in de enge definitie, de oude definitie, is ook iets wat gevaarlijk is voor een organisme. En dan krijg ik een beetje het idee dat je de mens als, één van de organismen, wij doen nou eenmaal ook ons dingetje, hè? Wij moeten ons nou eenmaal ook beschermen. Net zoals de amoeben en de bever ingenieurs zijn, zo zijn wij dat ook. Maar wij zijn natuurlijk wel op dit moment wel ook de meest invasieve, misschien niet exoot, maar in ieder geval invasieve soort de wereld geworden. Ja, dus ik bedoel, we zijn, zeker. Ja, dus dan vraag ik me af, als je, jij dat concept van wildheid, dat verbreed je en dat verbind je ook aan de stad. En dat is heel interessant, maar is het niet ook een beetje, bergt dat ook geen risico's in zich? Dat op het moment dat je
dat eigenlijk zo met elkaar verbindt, de mens en de natuur, en die als één ziet, dat je dat op een gegeven moment ook minder goed kan beschermen. Dat je eigenlijk zegt van ja, wij zijn ook alleen maar bezig met onszelf te beschermen. Met onze eigen habitat vorm te geven. Dat is denk ik ook tegelijkertijd een heel moeilijk punt. Dat is trouwens ook niet wat bijvoorbeeld Menno Schildhuizen doet. Dus nee. Menno Schildhuizen schrijft dan inderdaad van... van oudsher wordt er een heel hard onderscheid gemaakt tussen mens en natuur. Tussen cultuur en natuur. Ja. Maar vooral mens en natuur natuurlijk. En inderdaad, daar moeten we vanaf. Er is geen fundamenteel onderscheid tussen die beverdam en onze beverdam. Hè? Onze metropolis. Of. Alleen wel natuurlijk een schaalverschil van je welste. Want onze beverdam heeft planetaire proporties. Hè? Die omvat de hele aardbol. En dat geldt natuurlijk voor die bever niet. En dat is ook een heel moeilijk punt. Ook een moeilijk punt is... Kijk, van die bever zeg je niet... Het is moeilijk om tegen die bever te zeggen van... Kan je niet een stukje van die beverdam inruimen... zodat die rivier nog steeds een beetje zijn natuurlijke gang kan gaan? Hè? Je kan die bever niet oproepen tot een soort natuurbehoud. Het zou ook vreemd zijn, maar dat hè? Ja, en wij dan wel. Ja, het is... Want eigenlijk is inderdaad je vraag van... Ja, hoe kan je iets beschermen als je er zelf onderdeel van uitmaakt? Ja. 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 Nou, dat is ook wat ik laatst las in het boek van Virginie Marie. En die heeft het dan ook over die dichotomie tussen natuur en mens. En het klassieke dualisme waar jij het ook over hebt. En waar steeds meer verzet eigenlijk tegenkomt. En eigenlijk ook wat jij beschrijft in die tuinstijlen is eigenlijk ook een hele tendens. Die langzamerhand steeds meer dat in elkaar laat vervloeien. Hè? Dus steeds minder die scherpe grens. Die grenzen worden steeds diffuser. Maar dan, zij vraagt zich dan af van ja, op het moment dat dat zo vervaagt en je jezelf dus als onderdeel ziet van de natuur, wat je natuurlijk ook bent en wat op zich heel goed is dat je dat realiseert, kan je dan nog wel bepaalde wilde gebieden, bijvoorbeeld de oerwouden van Borneo, beschermen op het moment dat je bij alles eigenlijk zegt, het is één. Hè? De natuur is overal en wij zijn overal verbonden met de natuur. Dus moet je niet soms toch dan een soort zachtere dichotomie hebben tussen die twee begrippen? Eigenlijk is het een beetje ook de vraag naar een soort van... Er is ook gewoon een soort pragmatiek. Weet je? Je kan, als je natuurlijk een natuurgebied geen natuurgebied meer noemt... omdat je bijvoorbeeld de stad ook een natuurgebied noemt... dan hoe kan je dan subsidie krijgen voor dat natuurgebied? Weet je? Want je kan het helemaal niet onderscheiden van... strandpaviljoen op Scheveningen en Meijendel, om een zijstraat te noemen. Dus ik denk dat aan die programmatiek hangt wel iets. Alleen het vreemde is daar wel bij dat die programmatiek volgt nog steeds eigenlijk de oude lijnen van die dichotomie. En ik moet ook niet te veel spelen alsof ik van die dichotomie af ben. Want het is echt ontzettend moeilijk om in je spreken dat onderscheid niet te maken. Je hoort het iedereen maken. Het is ook niet te verwijten naar anderen toe. Ik doe dat ook de godganse tijd. Maak ik een onderscheid tussen de natuur daarbuiten en dan ikzelf. Of de mens of de stad of wat ook of zo. Dus dat doen we volgens mij de god. Het is heel moeilijk om je daaraan te ontworstelen. Je ziet wel, denk ik, daar barsten in ontstaan. Zo zou ik het beschrijven. Je ziet eigenlijk barsten ontstaan in die dichotomie. Waardoor je in één keer wordt geconfronteerd met de gedachte van kan je wel eigenlijk die scheiding volhouden? Ik heb geen antwoord op die pragmatische connotaties. Ik denk alleen wel dat... je gaat eigenlijk nog steeds uit dan van een klassiek beeld van die wildernis. Volgens mij zit die wildernis ook bijvoorbeeld gewoon in die stad. En volgens mij is het ook niet zo dat... als je heel veel gaat domesticeren... dan gaat die wildernis niet weg op een bepaalde manier. Hè? Dus er komt misschien zelfs wel meer wildernis bij op een gekke manier. Je hebt de oude uitspraak van Horatius van... je kunt de natuur met een mesvork verjagen, maar ze zal terugkomen. Het lukt je denk ik, en ik zou dat ook toepassen op wildernis... het lukt je denk ik helemaal niet om met een mesvork die wildernis eruit te krijgen. Want hoe meer je gaat meten, hoe meer je weet... hoe meer mogelijkheden tot wildernis er ook vervolgens weer zijn. Als wij op een gegeven moment iets weten over de ouderdom van bomen... en welke bomen gevoelig zijn voor takbreuken en ga zo maar door... dan vergroot daarmee ook eigenlijk het... Dan ga je in één keer ook, moet je dan gaan controleren in bossen... van welke bomen staan dan bij wandelpaden... en die moeten we dan mogelijk gaan weghalen en vroegtijdig gaan snoeien enzovoort. Dus de mogelijkheden tot wildernis zijn ook kunnen enorm toenemen volgens mij. Maar ik heb echt geen antwoord inderdaad van hoe natuur te beheren... Ergens ook omdat ik een beetje denk dat
wie heeft ons tot rentmeester gemaakt van die natuur? Wie heeft ons die plicht gegeven? En dat is volgens mij moeilijk te denken. Ik denk wel dat wij ten opzichte van die bever veel meer door... We zien wat onze invloed is op het landschap, denk ik. En ja. We zien dat het heel desastreus is en ook kan zijn. Ja. En dat is voor ons heel moeilijk te verkroppen, denk ik. Dat inzicht, dat we dat inzicht hebben. En dat we daar proberen iets een oplossing voor te bedenken. Alleen weet ik niet of de oplossingen tot nu toe worden aangedragen... voldoende zalvend zijn om het probleem op te lossen. Ja, ja. Ja. Dat is en... heel lang, heel uitgebreid antwoord, omdat ik gewoon simpelweg niet weet. Ik weet het nog niet. Ja, ja. Dat kan toch? Ja. Ja, dus... Wat denk jij dat de toekomst is van parken in Nederland? Want we hebben nu gezien in coronatijd dat parken ontzettend belangrijk voor ons zijn. Vandaag zag je alweer dat iedereen het Vondelpark introk in Amsterdam, waar je overigens ook heel leuk en uitgebreid over schrijft. Hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Wat zou onze houding moeten zijn ten opzichte van parken? Is dat verder doorgaan op die weg van Fransen naar Engelsen, naar meer wildernis, tuinstijlen? Ja, dat is lastig te zeggen. Je merkt denk ik in ieder geval dat bij die Engelse landschapsstijl, daar heeft men heel erg het idee dat dat heel natuurlijk is. Terwijl volgens mij in onze ogen is dat niet meer zo natuurlijk. Wij hebben wat dat betreft denk ik, zijn we qua esthetiek echt een beetje verschoven naar die wildernistuin. Of in ieder geval wildernisgebieden. We denken niet als we het Vondelpark inlopen, tenminste ik heb dat niet heel sterk, dat het heel erg natuurlijk overkomt. Het heeft wel inderdaad het heeft wel heel veel elementen, maar het heeft toch ook wel heel veel, het is ook wel heel erg parkachtig. Al weet men dat op zich ook in de tijd dat men het natuurlijk bouwt, weet men dat ook best. Alleen het oogt, heb ik het idee, het spreekt op meer tot die natuuresthetiek. En dat heeft die functies denk ik wel echt overgenomen door dat rewilding, wildernisbeheer of nieuw ecologisch beheer. Maar tegelijkertijd, ja, ik geniet ook van die gebieden. Ik wandel ook graag door parken. Al wandel ik ook graag door de stad. Dus ik vind ook altijd belangrijk om ook de wildernis te zien in de stad. Tussen de stoeptegels en langs de grachtenkanten zie je vaak de mooiste flora. En allemaal planten die het zeer moeilijk hebben, maar die toch stand weten te houden. Dat vind ik altijd wel erg bewonderingswaardig. Ja. Dus ik probeer ook een beetje zo te kijken naar die stad. Dat die stad ook wel tegelijkertijd, ja, dat je daar overal hele mooie en hele bijzondere organismen kan zien. Maar ik waardeer die parken ook. En ik denk ook dat we dat moeten blijven waarderen. En ik denk dat het spreekt ook gewoon, het heeft toch iets esthetisch of zo. Als je gaat zitten picknicken, dan ga je dat niet tussen de flats zitten doen. Maar dan misschien toch eerder inderdaad in het Vondelpark. En daar is ook wel wat voor te zeggen. Ik weet alleen niet of het heel veel met wildernis te maken heeft. Nee, want jij beschrijft ook die koeienweide in het Vondelpark, die dan eigenlijk ook een soort herwilderingsproject is. Ja. Maar daar mogen ook geen mensen meer op. Ja, dat vind ik ook inderdaad een vreemde consequentie van die rewilding, is dat die mens moet een bezoeker zijn. Dat zegt Rousseau ook al. Hè? Die mens moet een bezoeker zijn. En Rousseau zegt ook inderdaad van ja, van nature is alles goed. En dan zodra de mens het aanraakt, dan wordt het slecht. Dat spreekt heel erg door in die herwilderingsgedachte. Dat die mens is echt een soort, wordt echt gezien als een soort smet, als een soort als echt iets heel kwalijks. En er zijn natuurlijk ook best wel, daar is best wel wat over te zeggen, over waarom dat ook kwalijk is. Maar ik vind het automatisch ervan uitgaan dat het kwalijk is, vind ik ook niet helemaal. Ja, dat voelt toch ook niet helemaal goed. Maar het is heel moeilijk om te zien waar het naartoe gaat in de toekomst. Het is een soort. Ja, want ja. Want volgens mij is het toch zo dat je, het is op een bepaalde manier een soort onthulling. Hè? Dat je die wildernistuin ziet als tuin, dat is al iets onthullends. Hè? Ja. Van waaruit zeg ik? Ja, dus voor mij kan ik dat alleen maar zeggen vanwege die bredere lezing van wildernis. Ja. En lukt me dat anders niet eens. Anders zou ik het gewoon zien als natuur. Ja. En dan zou ik het ook niet bevragen. Ja. Maar ik hoop dat er, ik bedoel, ik hou van parken. En ik hou ook van historische parken, maar ik hou ook van een Franse tuin of een Engelse tuin. Ik vind dat zeker wat schoonheid heeft. Dus wat dat betreft, hoe meer parken, hoe meer vreugde. Maar ik bedoel, ja, dus ik heb er zo op die manier heb ik er niks op tegen. Ik heb ook niks tegen wildernisgebieden of Oosthuisplas. Ik ga daar niet protest tegen voeren of zo. Okay.
Ik vind het alleen wel gewoon vreemde experimenten. Ja, je wil eigenlijk gewoon duidelijk maken van ja, jullie moeten wel eerlijk zijn over wat je hier nou eigenlijk aan het doen bent. Ja. En ja, dat is eigenlijk het punt dat je wil maken. Ja, en dan ook nog eens een keer, dat geldt ook voor degene die het aan het doen zijn. Dat heb ik misschien niet goed genoeg benadrukt. Die mensen die dat aan het doen zijn, denken niet dat ze zelf aan het tuinieren zijn. Dat is denk ik de echte grote deceptie. Ik noemde het een illusioniste act, maar die illusionist die weet dat hij een truc aan het opvoeren is. En ik heb niet het idee dat de herwilderaar weet dat hij dat aan het doen is. Ik denk dat hij echt vanuit de goedheid van het hart, zeg maar, dat kan ik niet beoordelen. Maar laat ik zo zeggen, ik heb niet het idee dat hij ons moedwillig om de tuin leiden. Dat is wel heel erg leuke woordspeling, maar ik bedoel, dat idee heb ik niet. Maar dat is ook het rare volgens mij aan. Die Engelse landschapskunstenaar, die Lancelot Capability Brown, die weet dat die kunstmatig en natuurlijk landschap aan het creëren is. Ja, ja. Maar dat weet de herwilderaar niet. En dat vind ik het nog vreemder maken. Bent dus bezig met tuinieren, maar je weet niet meer je weet niet dat je zelf een tuinier bent. Dat maakt het denk ik ook zo vreemd. En dat is het vernis dat jij eraf probeert te krabben. Ik weet niet, geen idee of dat lukt. Ik bedoel, ik denk het wel. Maar volgens mij zijn we aan onze tijd. En is het tijd voor het volgende onderdeel. Klopt dat? Volgens mij inderdaad. We kunnen nu inderdaad ook verder. Voor nu met mijn eigen column. En dan daarna kunnen we weer verder met dit gesprek. En dan zal ik ook de vragen inbrengen. Want er komen ook een hele hoop reacties binnen. Die ben ik aan het verzamelen. Dus die zal ik dan zo meteen ook inbrengen. Dan kunnen we verder praten. Dan zal ik voor nu beginnen met mijn eigen column. Ik wil het namelijk hebben over een fenomeen dat je aantreft in vele tuinen. Namelijk een gazon. De Nederlandse achtertuin lijkt niet compleet zonder een groen stukje netjes gemaaid gras. Maar ook buiten onze eigen tuinen kan je gras op veel plekken vinden. In parken natuurlijk en sportvelden, maar ook rond kantoren, openbare gebouwen en bij universiteiten. Loop rond en je ziet gras. En de laatste tijd, met meer vraag naar duurzaamheid en groene wijken, komt er ook steeds meer gras bij. En waarom ook niet? Een uitgestrekt groen grasveld creëert een gevoel van openheid. En een open ruimte leidt weer tot open activiteiten en open gemeenschap. Een groen grasveld doet beter aan een parkeerplaats. Maar zijn de verschillen tussen die twee eigenlijk wel zo groot? Hoewel grasvelden een natuurlijk deel van onze leefomgeving lijken, alsof ze er altijd al geweest zijn, is een gazon eigenlijk helemaal niet zo normaal of natuurlijk. Pas rond de 17e eeuw begon het gazon langzaam onderdeel te worden van het Europese landschap. Grassoorten bestonden natuurlijk wel, maar het idee van een gazon, kort geknipt en onkruidvrij, is een relatief recent verschijnsel. De populariteit begon grotendeels in Engeland. Geïnspireerd door middeleeuwse kunst, waar de tuin van Eden vaak werd afgebeeld met een stuk gras, werden uitgestrekte graslanden aangelegd rondom de huizen van aristocratische landeigenaren. Zo werd het gazon onderdeel van het landschapsideaal van de elite. En een statussymbool, want gazononderhoud was veel werk. De grasmaaier bestond nog niet, het gras werd handmatig kort gehouden met een zeis, waardoor een gazon alleen was weggelegd voor de allerrijksten. Maar naast deze esthetische idealen lagen ook economische en politieke veranderingen ten grondslag aan de opkomst van het gazon. Zo beschrijft professor Paul Robbins in zijn boek Lawn People, gazonmensen, dat gazons een uitdrukking zijn van een nieuwe organisatie van land en arbeid, de opkomst van het vroege kapitalisme en een proto-industriële samenleving. Terwijl grote delen van het land vroeger gemeenschappelijke gebieden waren, open voor iedereen, veranderde dit toen land als privébezit gezien begon te worden. Kleine boerderijen en gemeenschappelijke tuinen en velden werden zo vervangen door grote stukken privégazon van landeigenaren, in proces waarbij de oorspronkelijke bewoners van hun land werden verdreven. Dat maakt het gras toch al iets minder onschuldig. En voor lange tijd bleef het gazon ook iets voor de elite. In 1830 werd de eerste grasmaaier pas uitgevonden en pas vanaf de 20e eeuw begon het aanleggen van een gazon in de tuin ook mogelijk te worden voor de hogere middenklasse. En vandaag de dag is vooral in de Verenigde Staten het gazon immens populair. Nog meer dan in Europa is een goed onderhouden gazon in Noord-Amerika echt onderdeel van de cultuur, misschien zelfs van de Amerikaanse identiteit. Denk bijvoorbeeld aan de rijke Amerikaanse buitenwijken, de suburbs, waar de voortuinen allemaal verbonden zijn door een uitgestrekt gazon zonder muren of heggen. En ook juist hier in Amerika, waar de huidige populaire grassoorten niet van nature voorkomen op het continent,
vergt het groen houden van het gazon nog steeds erg veel werk. Zo worden er ongeveer 10 keer zoveel giftige chemische stoffen, zoals onkruidverdergers, insectenbestrijders en kunstmest, verbruikt aan gazononderhoud en aan de landbouw. En luchtfoto's van NASA laten zien dat het gazon het grootste bewaterde gewas is van het hele continent. Gazononderhoud is daarmee booming business. En het gras moet steeds zachter, voller en groener. Paul Robbins merkt in zijn boek ook op hoe ver mensen wel niet willen gaan in het onderhouden van het gras. Zo sprak hij voor zijn onderzoek met een vrouw die vertelde dat de hond een reactie kreeg op de bestrijdingsmiddelen die op het gazon werden gespoten om onkruid buiten de deur te houden. Helemaal ruw, pijnlijk, tot bloedens toe werden de pootjes van de hond. Een eerste reactie zou natuurlijk kunnen zijn, stoppen met het gif op het gras. Maar nee, in plaats daarvan kreeg de hond kleine laarsjes aan wanneer ze de pesticiden op het gras hadden gebruikt. Een groen gazon is dus kennelijk belangrijker dan het welzijn van de hond. Maar ook dichter bij huis is het gazon, en maaien in het bijzonder, belangrijk. Ik ben deze maand verhuisd naar een huisje met een tuin en jawel, een klein stukje gazon. Tijdens de eerste ontmoeting met de buurvrouw bood zij gelijk haar grasmaaier aan, want de vorige bewoners hadden nooit gemaaid. Dan was het natuurlijk vriendelijk bedoeld en ja, ik heb toen ook gemaaid, hoewel ik de paardenbloemen aan de rand heb laten staan. Het laat wel zien dat het gazon in het oog springt. Een rommelig gazon zegt iets over je, het kleeft aan je. Een goede buur of misschien wel een goede burger maait het gras. En als er niet gemaaid wordt en het gras vol onkruid en kale plekken zit, dan kan dit voor sommige mensen voelen als een schande voor de hele straat. In zijn artikel Why Mow, waarom maaien, beschrijft de filosoof Michael Pollan hoe hij steeds meer weerzin kreeg tegen het maaien van het gras. Het wekelijkse maaien voelde een gevecht tegen de aarde in plaats van een samenwerking. Zo schrijft hij, in tegenstelling tot elke andere plant in de tuin zijn grassen anoniem en uniform gemaakt, verstoken van enige verandering of ontwikkeling. Elke week worden de sprieten weer gekortwiekt waarmee het gras nooit tot bloei mag komen of zaadjes kan ontwikkelen. Het mag niet eens sterven, want het gras moet het hele jaar door, koste wat kost, groen en levendig blijven. Pollen noemt het gazon daarom ook een totalitair landschap. Dus hoewel grasmaaien misschien goed is voor het contact met de buren, is het absoluut niet goed voor de natuur zelf. Een gazon biedt geen enkele vorm van voedsel voor insecten, vogels of andere dieren. Integendeel, als monocultuur, bestaande uit één enkele plant, bestaan gazon juist bij gratie van uitsluiting. Alle andere plantensoorten zijn verboden. En door jaar in jaar uit dezelfde plantensoort in een gebied te kweken, worden ook de voedingsstoffen in de grond uitgeput. Wat dus de reden is dat de gazons constant kunstmatig bemest moeten worden om in leven te blijven. En ook andere indringers die het gras kunnen aantasten, zoals insectensoorten en kleine zoogdieren zoals mollen, moeten met alle nodige middelen op afstand gehouden worden. En al die middelen sijpelen weer in het grondwater en tasten de waterkwaliteit aan en de levens die afhankelijk zijn van het water. De kleur van het gras is dus een leugen. Er is weinig echt groen aan een gazon. Een goed onderhouden, netjes gemaaid gazon is eigenlijk een onsterfelijk gif- en watervretend monster. Wat mij betreft heeft een gazon daarom ook eigenlijk niets met een tuin te maken. Een tuin is als een soort middenweg tussen mens en niet-mens, cultuur en natuur, binnen en buiten of het zelf en de ander. Het laat zien dat een strikt onderscheid tussen die tegenpolen eigenlijk niet bestaat. In gazon is het allemaal niet. Het is een tastbare uitdrukking van de dominerende en vervuilende mens. Of, zoals Robin stelt in zijn boek, misschien domineert het gazon inmiddels juist over de mens. Omdat wij direct reageren op elke behoefte van het gazon. Is het gras droog? Liggen er indringers of rivalen op de loer? Het gazon laat het weten en de mens komt direct aanrennen om het gazon te beschermen. Hoe je het ook bent of keert, wie de aarde lief is, legt geen gazon aan. Het gazon is als een woestijn en jawel als een parkeerplaats. Maar dan eentje die steeds meer ruimte inneemt op weg naar wereldoverheersing. Dus mocht je erover denken om wat tegels uit de tuin te trekken om er een gazon uit te rollen, bespaar je alsjeblieft de moeite. Oké, nou dat was mijn column. Ik zal weer even de hoed van de moderator opzetten. Want nou ja, om te beginnen, misschien wil iemand van jullie nu al reageren. En anders ga ik gewoon gelijk verder naar de vragen uit het publiek. Ik vond het vooral een hele leuke column. Maar ja, het sluit ook heel mooi aan. Ik doe nu onderzoek naar onkruid en invasieve exoten. Dus dat sluit heel nauw aan jouw relaas tegen het gazon. Wat volgens mij voor een heel groot deel heel terecht is. Dat een raar ding is. Leuk, ja, klopt. Nou, ben ik het mee eens.
Nou, even kijken. Ik zal wel gewoon naar de vragen gaan. Er is namelijk best wel het een en ander binnengekomen. Even kijken. Nou, om te beginnen een vraag aan Norbert. Hoe kijk je zelf nou eigenlijk naar het idee van de rewilding? En bestaat er volgens jou zoiets als ongerept? Nou, ik denk ongerept niet. Ja, er is een heel mooi boek van Emma Maris. Dat heet Rambunctious Garden. En ik ben met op heel veel punten ben ik het echt met haar eens. Zij zegt, ja, die ongerepte natuur, die kan je inmiddels, nu die menselijke invloed zo enorm is, en echt enorm. Ik praat over afvalbergen op de Mount Everest en plastic zakken in Mariana-trog. Wat zo'n beetje, nou ja, laten we zeggen, twee van de meest onherbergzame gebieden zijn ter wereld. Want dat laat volgens mij zien dat dat ongerepte in ieder geval, ja, dat in die zin lijkt mij niet meer te bestaan. Maar ik natuurlijk niet wil zeggen dat overal de mensen stempelden, maar je hebt wel sterk het idee, ook vooral omdat we de atmosfeer nu, de samenstelling van atmosfeer beïnvloeden, dat dat helemaal planetair verrijkend is. Maar wat wel raar is aan het ongerept is dat dus, dat bedacht ik me, dat je eigenlijk gebruiken wij het werkwoord reppen niet zo heel erg vaak meer. Maar ongerept betekent dus dat de mens de enige is die dat kan reppen. En dat vind ik wel vreemd eraan. Maar je vraag ging ook over, de vraag ging ook over wat vind ik nou van rewilding? Ja, ik vind niet dat mijn taak is om te zeggen dat mensen dingen niet mogen doen. Of dat ik moet zeggen van, nou, dat is iets wat we beter niet kunnen doen. Ik kan daar gewoon geen uitspraak over doen. Ook omdat ik denk dat het heel erg aansluit op het wildernisideaal wat we vandaag de dag gewoon hanteren. Ik hoop alleen dat er een klein beetje een scheurtje kan ontstaan in die wat enge lezing van wildernis. En dat er meerdere mensen zijn die dat opmerken van, hey, wat vreemd eigenlijk dat daar een zo'n enge definitie van wildernis wordt gehanteerd. En kunnen daar niet, ja, zijn er niet kanttekeningen bij het plaatsen? Zijn er niet scheurtjes in te bemerken? Is er niet op veel meer plekken wildernis? Dus ik heb er niks op tegen. Mensen mogen best die gebieden gaan rewilden. Al heb ik al altijd het idee dat er ontzettend veel geld mee gemoeid moet gaan. En dat het ook ontzettend, nou, dat er ontzettend veel kunstmatigheid bij komt kijken om dat ook voor elkaar te krijgen. Juist omdat, denk ik, de invloed van de mens zo verstrekkend is, moet je dus dan ook heel veel geld investeren om dat er dan weer uit te halen. Wat mij ook gewoon ergens een beetje een Baron van Münchhausen act lijkt, waarin je aan je eigen haar jezelf uit het moeras trekt. Maar ik ga niet zeggen van, sluit de Oostvaardersplassen of zo. Dat niet. Dat niet. Hopelijk is dat duidelijk. Ik weet niet of dat duidelijk is. Denk het wel. Jawel. Ja. Yeah. Nou, ik kan doorgaan naar een andere vraag. Iemand anoniem die vraagt, het idee van verstoren van de wildernis of wat dan ook, lijkt een essentieel verloop te suggereren. Denken jullie dat verstoren is voorbehouden aan de bewuste mens? Nou ja, nee, ja. Nee, dat is, ik begrijp de vraag denk ik misschien niet helemaal, maar ik heb niet het idee dat verstoren aan de mens is voorbehouden. Nee, denk, volgens mij kunnen heel veel dieren en planten dat doen. Dus je moet ook niet verschillen. Bevers, bijvoorbeeld, als je kijkt naar die bevers, ja? Dat zijn enorme ingenieurs die een heel landschap kunnen veranderen. Ja, of denk aan verschillende. Je hebt mierenkolonies natuurlijk. Je hebt bijvoorbeeld bladsnijdermieren. Die kunnen flink bomenkaal plukken. Ik bedoel dat. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat. Er is bijvoorbeeld, dat schrijft op een gegeven moment Charles Lyell een keer, dat is een beetje de geoloog die Darwin heeft beïnvloed, dat op een gegeven moment een keer op het ijsschots komt er een ijsbeer in IJsland. En er wonen daar geen ijsberen. En die ijsbeer die begint meteen als een bezetene zeehondjes op te eten. En daar toch al op vrij grote. Ja, toch een vrij grote ecologische impact op dat gebied. Dus ik denk dat, hè, uitsterven hoort natuurlijk ook, en nieuwe gebieden koloniseren hoort ook bij de natuur. En dat kan best een verstorende werking hebben. Maar je hebt natuurlijk ook wel dat er bepaalde grenzen zijn die er heel lang zijn geweest. Denk aan de buideldieren versus de zoogdieren, als je kijkt naar Australië en de Aziatische wereld. Dus sommige grenzen zijn heel lang niet overgestoken. En als je dat dan wel doet, dan kan dat hele desastreuze gevolgen hebben. Maar denk ik in ieder geval niet dat, ja, verstoren per se is voorbehouden aan de mens. Misschien gaat het eerder om de schaal dan.
Ja, dat is natuurlijk, die is natuurlijk gigantisch. Ja. Ja. Nee, dat is denk ik zeker een antwoord. Ja, ja. Nou, even kijken. Ja, iemand vraagt ook, is ook weer een anonieme vraag, dat het constant gaat over de mens. Maar iemand mist een beetje een kritische noot van de insteek van de mens. Dus ja, dat snap ik ook wel, want over welke mens hebben we het nu eigenlijk? En zij vraagt zich af of je dat hebt meegenomen in je boek ook, Norbert. Nee, ik heb het wel inderdaad vrij algemeen over de mens. En daar zit nog een gekheid bij, is dat ook die mens best wild kan zijn. Dat maakt het een beetje gek, want wat is dan nog die beheersing waar die wildernis zich tegen verzet? Maar ik heb wel het sterke idee dat... Ja, dus dit zit natuurlijk ook die wildernis tendensen. Je hebt ook menselijke wildernis tendensen. Dus je kan ook bijvoorbeeld misdaad of straatroof. Dat kan, volgens mij is dat niet per se niet wildernis. Je hebt bijvoorbeeld een heel aardig boek over Nederlandse wildernissen van Kester Freeriks. En die heeft op een gegeven moment over een wijk in Amsterdam in de 19e eeuw. En die heet Van de Wildernissen. Om aan te geven dat was gewoon een grote krottenwijk met... Waar Amsterdamse gemeente geen gezag over had. En waar nou, van alles en nog wat gebeurde. Weet je, ter hoogte waar nu de wallen liggen. Ja, en wat betreft die specificering van de mens. Ik deel dat verder niet inderdaad heel erg op of zo. In verschillende groepen. Maar ik kan misschien wel als kanttekening erbij zeggen. Maar dat staat niet in mijn boek verder. Want we hadden net heel even kort inderdaad ook over. Bijvoorbeeld regenwouden ver buiten Nederland. Je hebt een heel aardig artikel van David Mabberley, dat heet Where Are the Wild Things? En dat gaat erover dat we ook wel heel erg lang onder de impressie hebben geleefd dat bijvoorbeeld in Borneo, of in grote delen van Indonesië, maar ook in Amerika natuurlijk, als dat wordt ontdekt, de westerling ook wel heel erg vaak daar wildernis van heeft gemaakt. En daarmee geen oog hebbend, ofwel bewust ofwel onbewust, voor de enorme invloed van de inheemse bevolking. Ik heb dat zelf gezien met het boek over Rumvie wat ik schreef in Ambon. Ja, dat men echt dacht van, nou ja, voordat die Europeaan daar komt, is het inderdaad een soort wildernis. En daarmee miskent men eigenlijk hoe enorm de invloed al is van de lokale bevolking op de samenstelling ook van de tropen. In de Amazone heb je hetzelfde verhaal. Men is er later pas achtergekomen dat heel veel van de bomen die we zien en heel veel van de samenstelling van de Amazone verraadt eigenlijk dat er in het verleden wel degelijk heel veel menselijke invloed is geweest. Dus die pristine, zuivere, of pristine in ieder geval ongerepte Amazone die een Alexander van Humboldt beschrijft, dat eigenlijk ook een beetje een mythe is. En in Amerika is dat natuurlijk is dat nog veel op een veel grotere schaal eigenlijk waargenomen. Volgens mij tot aan de 17e, 18e eeuw is de grootste stad in de Verenigde Staten is een inheemse stad ter hoogte van St. Louis. En niet New York of Washington of wat ook of zo. Denk aan de landbouw die wordt bedreven. Ik ontdekte in het boek over Rumvies bijvoorbeeld dat tot de jaren 70 van de vorige eeuw had men niet in de gaten dat er ontzettend veel landbouw werd bedreven in Papua-Nieuw-Guinea. En dat Papua-Nieuw-Guinea zelfs een van de centra is waar landbouw is opgekomen. En dat gewoon miskend is. Men dacht dat die daar niet toe in staat waren. Of men dacht dat die leefden als een soort wilde of zo. Maar dat vind ik wel vrij bizar. En dat is ook af en toe wel een beetje een gevaar wat je ruikt aan of proeft aan wildernisgebieden buiten Europa. En dan de inmenging daarvan van westerse NGO's en natuurorganisaties. Dat die af en toe ook nogal erg schermen met dat ideaalbeeld van die wildernis. En daarbij eigenlijk miskennen dat heel veel van die gebieden al heel lang werden bewoond. In Amerika zie je dat trouwens ook. Hè? Yellowstone Park is daar een heel goed voorbeeld van. Dat was jachtgrond. Maar ook in Florida, de Everglades. Daar woonde heel lang inheemse bevolking die daar, die daar leefde. En die daar gebruik maakte van de natuur. En die zijn eigenlijk... Je ziet bijna dat de stichting van elk groot nationaal park in Amerika gaat vooraf aan het verjagen van de inheemse bevolking. Dat zijn trieste geschiedenissen. En dat geldt natuurlijk ook op Nederlands vlak ook. Als je leest over Indonesië, hoe daarover werd geschreven door Nederlanders die daar kwamen. Ook hè, dat wilde helemaal ophemelen. Mensen daar afdoen als wilde en zo. Dat heeft hele gevaarlijke connotaties.
Ik hoop dat ik het goed zo samenvat. Het is een beetje een warrig verhaal, heb ik het idee. Maar want het staat niet per se aan het boek. Maar ik hoop dat ik een beetje zo'n achtergrond geef van... en wat geleiding geef bij inderdaad die de mens. Hè, dat, om dat niet te veel op één hoop te willen gooien. Ja, precies. Ja. Ik denk inderdaad ook dat er werd bedoeld met de vraag. Ja, want precies zoals jij ook zegt, of hoe dit dan ook wel... ook in Amerika bijvoorbeeld, dat er dan... daar hebben we het nu over de mens. En vanaf dat de mens er is, is iets geen wildernis meer... Maar dan in principe, in dan, die Amerikaanse context, wordt het eigenlijk juist meer, sinds vanaf het moment dat de witte mens arriveerde, is het geen wildernis meer. Dus ik denk dat die vraag daar een beetje vandaan komt. Ja, en dan ook dus de gedachte dat je dat kan claimen, omdat het een wildernis is. En dan zeg je van ja, maar die anderen hebben geen eigendomsrecht. Ja, halleluja. Als je de steden ook, dat is bizar om te zien hoor, als je de steden ziet van en de dorpen... ziet die archeologen hebben opgegraven of die antropologen of historici hebben beschreven, ja, dat is vreemd om te realiseren. Dat inderdaad, je hebt dan van die prachtige schilderijen van die Yosemite Valley, hè, waar de grote reuzenmammoetbomen staan. Dat is een beetje een parkachtig landschap. Niet wetende dat de mensen die daar woonden, dat die daar regelmatig het gras afbranden, zodat het ook inderdaad een mooi parkachtig landschap bleef. En dat die mensen zijn verdreven. En dat zelfs de naam Yosemite komt van een lokale taal. Ik parafraseer. Wat betekent sommige onder hen zijn moordenaars. Oftewel, er waren dus groepen daar die van gouddelvers en ga zo maar door. En soldaten die dus die mensen het leven zuur hebben gemaakt en ze hebben weggejaagd. En dat is eigenlijk dan een soort heel nare erfenis. Zonder dat we dat doorhebben. We denken nu Yosemite Park, dat is prachtig. Met die grote mammoetbomen en die prachtige natuur daar. En die prachtige wildernis. Wat dus eigenlijk heel lang al een cultuurlandschap is. Ja. 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 Ik kijk even naar de tijd. Oh, nou, we hebben nog wel tijd voor nog wat andere vragen. Dit sluit ja, ook wel bij aan. Iemand die vraagt, dit is ook weer anoniem. Of het idee van rewilding, of een dichotomie tussen mens en cultuur, niet iets typisch westers of postkoloniaals is. Ik weet niet of jij het zeggen heeft. Wat denk jij daarover, Sanne? Dat inderdaad iets typisch westers is. Tegelijkertijd zie je de laatste tijd, wil ik er ook wel bij aantekenen, dat je de laatste tijd wel heel vaak... een soort, waar eigenlijk Norbert het net ook over heeft, een beetje een geromantiseerd en geïdealiseerd beeld ziet van hoe die inheemse volkeren allemaal in een soort vreselijk grote harmonie met de natuur leven en dat allemaal pais en vrij en geweldig is. Ik weet niet of jij mij dat ooit vertelde, Norbert, over die documentaire over zo'n inheemse stam die werd gevolgd. En dat iedereen vond dat ze helemaal hun eigen gebruiken moesten houden. En op een gegeven moment kregen ze kleren. En daar, ja, dat vond iedereen ook heel slecht, want ze liepen eigenlijk de hele tijd gewoon naakt rond. En waarom zouden ze nou kleren moeten krijgen? En na lang praten en de taal leren kennen, kwamen ze erachter dat die mensen eigenlijk ontzettend blij waren. En dat ze zeiden, we hebben het zo verschrikkelijk koud gehad de hele tijd. En we zijn zo blij met die kleren. Dat is een beetje een zijstapje. Maar ik ben er zelf ook altijd een beetje huiverig voor om dat te veel te romantiseren. En om daar zo van, oh, we moeten allemaal weer naar die inheemse ideeën terug. Ik denk wel dat er een gedeelte van het gedachtegoed wat er nu zich aan het ontwikkelen is, dat zich steeds meer verzet tegen die dichotomie, dat een gedeelte daarvan wel ook, ja, dat je dat inderdaad daarin terug kunt vinden. Maar ik denk dat je niet moet vergeten dat er dus in die periode ook allerlei ongelijkheden waren en dat het er niet ook niet allemaal zo geweldig aan toe ging. En dat geldt misschien nog steeds ook voor niet-westerse landen waar nu mee die dichotomie vergeleken wordt. Maar ik denk wel dat er heel veel van te leren is. Er zijn talloze geweldige en mooie verhalen over hoe
veel Aboriginal culturen mensen de grond bijvoorbeeld veel meer ja, zien als een onderdeel van zichzelf. Eigenlijk dat er ook niet echt eigendom is van de grond, maar dat je met z'n allen gebruik maakt van de grond. En dat als jij iets uit de grond haalt, dat je dan de grond ook weer bedankt. En dat daar een soort wederkerigheid is. En dat het hele idee dat je losstaat als mens van de natuur, dat eigenlijk ondenkbaar is. En ja, ik denk dat we daar wel veel van kunnen leren. En ik denk dat dat ook gebeurt op dit moment. Dat er steeds meer in die richting gedacht wordt. Maar dan wel weer net iets anders. Ja, nee, ik denk dat ik met heel... Je moet altijd denk ik inderdaad oppassen voor de gedachten van de nobele wilde. Want dan ga je eigenlijk ook weer de romantiek plakken op je benadering inderdaad van inheemse volken. Terwijl die ook... Ja. Er zijn daar ook best voorbeelden van te noemen inderdaad. Dat zie je echt ontstaan. Ook een beetje in ook al in de jaren 60, maar ook eigenlijk al in de romantiek. Die gedachte dat het er een soort leeft in evenwicht met een omgeving. Dat eigenlijk al heel vaak kanttekening bij moet worden geplaatst. Dat ook uitbuiting van natuurlijke bronnen enzovoort. Dat gebeurt ook zeker bij andere volken. En ook een wildernisgedachte hoor. Ik kwam zelf tegen ten aanzien van de Molukken. Dat er toch ook wel... een flinke angst is voor de omgeving. En niet vreemd in een tropisch gebied. Je zei het zelf, als je de tropen bezoekt, moet je goed oppassen. En ook bijvoorbeeld mensen beklimmen, dan beschrijft op een gegeven moment rumvirus dat er erger worden beklommen. Alleen in de tijden van oorlog en in tijden van echte rampspoed. Omdat dat toch ook iets engs is. Dus ik denk misschien ook wel dat er een zekere angst voor wildernis en de gevaren die dat huisvest, dat wel breder is dan alleen de westerling. Dat ik denk dat er wel meer culturen zijn waarin je daar smaken van kan terugvinden. Ja, ik denk ook dat die angst voor de natuur, aan de ene kant de liefde voor de natuur, op een of andere manier is die altijd ook verbonden met angst. Het zijn een soort twee zijden van hetzelfde principe. En ook eerbied voor de natuur. Juist vanwege dat het gevaarlijk kan zijn. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat het zeker wat in zit. Het laat in ieder geval zien dat er veel meer manieren van denken mogelijk zijn. Ja, zeker. Ja, precies. Ja. En ook inderdaad, wat je zegt, hè, zo'n idee, zo'n romantisch idee van de natuur waarbij alles altijd in balans is. Dat wordt natuurlijk ook weer een heel erg statisch idee van de natuur. Net zoals het idee van vroeger of een soort van oorspronkelijke gemeenschappen die leefden in balans met de natuur. Of ja, Sanne, jij zei net zoiets als een soort van wens om terug te gaan naar zo'n soort samenleving of zoiets. Terwijl dat maakt natuurlijk ook weer bepaalde groepen mensen heel erg statisch. Alsof zij niet ook zijn veranderd door de jaren heen. Ik weet niet hoe de documentaire ook heet, maar hij staat volgens mij op Netflix. Dat gaat inderdaad over een zo'n uncontacted tribe gaat het dan over. Zo'n tribe waarvan de man zegt dat die nog nooit contact hebben gehad met de menselijke wereld. Maar eigenlijk kom je er gaandeweg in de documentaire achter dat zeker niet het geval is. En mensen roepen dat meteen en dan laat die mensen met rust enzovoort. Terwijl je kan ook denken, ja, maar als we ze niet vaccineren en ze komen in aanraking met andere mensen die wel gevaccineerd zijn, dan kunnen ze ziektes oplopen enzovoort enzoverder. Weet je, kan je... Ja, en wat je zegt, weet je, dat echt wel een zijn. En dat daarna komen zijn zeker niet mensen die zonder die of helemaal los hebben geleefd of zo, of als een soort natuurmens hebben geleefd. Ja, bij mij was er even een kleine hapering. Ik weet niet of dat aan mij lag of dat bij jullie ook was. Bij mij ook, ja. Maar ja. Ik kwam je punt wel alsnog binnen. Dan ga ik weer even verder. We hadden namelijk ook Sid in de YouTube comments die heel veel vragen stelde. Maar die vragen werden ook weer gedurende het café beantwoord. Dus hij heeft ook weer, of hij heeft het in het een en ander weer ingetrokken. Maar dan was er wel nog een laatste vraag. En dat vind ik ook wel een leuke, een beetje een knipoogvraag. En het is namelijk, ik denk gericht aan Norbert, maar misschien ook wel voor iedereen toepasselijk. Hoe ziet jullie eigen tuin eruit? Dus ja, Norbert. Oh, dat is heel confronterend. Ik heb geen tuin. Nee, ik heb een balkonnetje. En dat is niet zo hoornd als ik het wil hebben. Ik wil dat eigenlijk helemaal niet zo heel hoornd hebben. Oh, Norbert, je hapert weer.
blokken dood aan. Excuus. Hoor je? Nee, ja, ik weet niet of het aan jouw verbinding ligt of aan iets anders. Ik hoorde het niet zo goed. Misschien kan je het nog één keer herhalen. Yes, ik heb een balkonnetje. Maar wat wel leuk is, dat in heel veel van de bloempotten die ik heb, daar komt van alles en nog wat aanwaaien uit de omgeving. Dus dat laat ik dan ook altijd. Ik heb een mooie paardbloem is komen aanwaaien en die heeft mooi een bloemetje gemaakt. Dus ik, wat dat betreft, maar ik heb eigenlijk geen tuin. Ik heb eigenlijk alleen maar een balkonnetje. Maar Pieter heeft een hele mooie tuin, hebben we net gezien. Dat kunnen we nu niet meer zien, maar... Ja, met heel veel gras dus. Ik moest zo nodig gras. En dat vond ik leuk. Omdat mijn ouders hadden ook altijd gras. Dus ik dacht, nou, als er dan nu alleen maar tegels en grind ligt, dan laten we dan gras doen. Maar misschien ga ik daar wel heel snel van terugkomen. En dan gaan we de borden steeds verder uit laten dijen totdat er geen gras meer is. Precies, maar ja. Zo. Tot een urbaan oerwoud gewoon verschijnt in jouw achtertuin. Ja, en nu al stoppen met maaien. Moet je wel kijken of je nog de buren tevreden kan houden. Ja, precies. Precies. Nou ja, de leus van de intratuin is nu leven de wildernis. Dus ik denk dat ik dan sowieso goed zit. Ja. Klopt. Ja. Zie je, hè? Er wordt inderdaad een echt hot topic nu. Er wordt met me meegewerkt, ja. Ja. Sanne, heb jij nog iets? Ja, ik probeer deze vraag te ontwijken, want wij hebben dus kunstgras. Iets wat al helemaal niet kan natuurlijk. En daar heeft mijn dochter heel lang voor geloobied, omdat ze wilde hockeyen in de tuin. En inmiddels heb ik er ook weer een stuk uit. Dus je ziet wat een worsteling het ook weer is. Want inmiddels is er een stuk uit. En daarin heb ik dan een, dat heet een tiny forest. En dat zijn dan weer allemaal inheemse. Dus ik probeer dus nu mijn tuin te rewilden. Ik doe dus alsof ik wildernis krijg, maar ik ben dus aan het tuinieren. En daar is nu dus een stuk van het kunstgras voor, heeft daarvoor moeten wijken. Maar het liefst zou ik al het kunstgras wegdoen. Maar ja, het moet toch onderhandeld worden hier. Maar ja, dus dat is mijn tuin. Leuk, maar het is wel een heel klein tuintje hoor. En kunstgras vraagt in elk geval geen water of bemesting. Oh ja, dan moet ik nog even voor mijn eigen verdediging. Het was wel duurzaam milieuvriendelijk kunstgras, want het water kan door het gras heen in de grond komen. Dus het is niet zo dat het, zeg maar, dat het water erop blijft liggen. En dat is in ieder geval ons destijds verkocht als duurzaam en milieuvriendelijk. Maar goed, ja, zoals ik zei, ik wilde eigenlijk deze vraag helemaal niet beantwoorden. Leuk, vandaag wel verrassend. Ja, dat kan natuurlijk ook nog, kunstgras. Ja, misschien voor een volgende column. Ja, nog erger. Ja. We zijn inmiddels al over 9:30. Dus ik denk dat we bij deze ook maar een einde aan de avond moeten breien. Ik vond het in elk geval heel erg leuk. Ik vond het elk deel echt super. Ik vond het leuk dat we muziek hadden, Pieter. Dat is ook de tweede keer dit met Filosofisch Café. En dat gaan we er ook echt inhouden, want dat vond ik gewoon heel leuk. En die lezing was natuurlijk top en een super gesprek. Dus ik ben er heel erg blij om. En ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Ik wil ook nog Iris bedanken. Je ziet haar niet, maar zij doet achter de schermen alle techniek. En dat is ook weer veel werk. Dus Iris, jij ook bedankt. En bij deze dan wens ik iedereen gewoon een hele fijne avond. En dan zien we elkaar weer in een volgend café. Dankjewel. Dankjewel.